Helmond Sport heeft vanmiddag in Fortuna Vlaardingen met 1-0 gewonnen. Op de schouders gaan ze daar, de Helmond spelers. De armen in de lucht, doelman Hendrik. Er is veel over ons en onze club gesproken. Het moment is daar dat we u bijpraten. Gelijkwaardig, gelijktijdig en transparant. Wij vragen u om uw commitment. Wij vragen u om onze plannen te omarmen. De gedachte achter het oorspronkelijke plan, de locatie in het hart van Helmond, de synergie, de kracht van de partners, de voorspelde turbo. Het was meer dan goed, het perspectief voor Helmond en vooral de omliggende wijken. De verloving kon worden getekend voor een geweldige toekomst. Op naar de bruiloft. Maar we zijn onderling in andere taal gaan spreken. We waren een toren van Babylon aan het bouwen. We begrepen elkaar niet meer. Het gemeenschappelijke doel was verwaterd tot enkelvoudige doelen. Helmond Sport kwam er gaandeweg achter dat ze keek naar mooie schetsen van een trainingscomplex. Maar Helmond was in die plannen vergeten. Helmond Sport zit sinds haar oprichting ruim een halve eeuw geleden op de Braak. De Braak waar Helmond Sport en Helmond geschiedenis schreven. De scheidsrechter, die heer Bosman, die geeft aan dat er nog 1 minuut te spelen is. En nog altijd die 1-1. Maar ons stadion is verouderd en er is achterstallig onderhoud op alle voorzieningen. Een moderne voetbalclub met Jeugd Academy onwaardig. Decennia lang werden er alternatieve locaties bedacht. Maar de Braak bleef die magische plek voor ons allemaal. Hier zijn we thuis. Hier horen we. Dit is gewijde grond met Helmonds DNA. De plek waar straks heel Helmond Sport beweegt en vitaler wordt. Maar in dat enthousiasme ging er bij het maken van die plannen iets helemaal mis. Zaken die Helmond Sport echt Helmond maken, werden vergeten. De ziel, de cult, de beleving, het volkse, tot uiting gebracht in het mooiste clublied van heel Nederland. Het was er niet. In de plannen waren wij en onze partners niet meer thuis in ons eigen huis. We vergaten onze trouwe eigen Helmondse supporters. We vergaten de ondernemers, onze sponsoren. We vergaten de vrijwilligers. De Helmondse opa met zijn kleinkind. De gewone Helmonder. Het coronavirus en de maatschappelijke gevolgen zetten de tijd even stil en gaf partijen de tijd om even op adem te komen. Na een periode van impasse kwamen andere mensen aan het roer bij Helmond Sport. Gelukkig heeft dat toegeleid dat partijen weer terug naar de tekentafel mochten om de bruiloft te plannen. Terug naar de woorden van de architect. Helmond Sport is de verbindende factor op de MFSA De Braak. Maar liever noem ik het de heel Helmond Sport Campus. De partijen hebben elkaar weer gevonden. De datum van de bruiloft kan gepland worden. Nu is er een plan dat de droom van heel Helmond Sport tot leven gaat brengen. Helmond Sport gaat hier samen met de scholen van OMO voor zorgen. 1800 leerlingen en 1200 amateurvoetballers achter Helmond Sport. Tuurlijk voor Helmond Sport.